Zo stapt de Paul Verhaag vanochtend het Oranje trainingskamp binnen. 29, bijna 30 jaar oud, rechtsachter en aanvoerder van Bundesliga-club Augsburg. Voor het eerst bij het Nederlands elftal. En omdat Daryl Janmaat van Feyenoord zich afmeldde, zou het zomaar kunnen dat Verhaag gaat spelen tegen Portugal. Ik ga zo meteen maar eerst naar binnen en kijken hoe zich de komende dagen hoe zich dat ontwikkelt. Maar natuurlijk hoop je als je bij een selectie zit dat je speelminuten krijgt. Ja, absoluut. Ja, en als dat dan gebeurt, dan sta je tegen Ronaldo. Ja, als dat inderdaad gebeurt, sta je tegen Ronaldo. Dat is natuurlijk niet de makkelijkste tegenstander die je kan hebben. Dus dan kun je gelijk vol in de bak. Cristiano Ronaldo is lastig, maar Rafael van der Vaart ook. Hij ontgroende Verhaag vanavond met een bal tussen zijn benen door. Zo stond hij erop. Goed, hè? Ja, het was bij de nieuweling, dus hij is welkom geheten. Van der Vaart zelf ook. De hele boulevardpers stond vanochtend voor hem klaar. Voor hem en voor Sabia. Alleen jammer dat bijna niemand zag dat zij het was die achter in de geblendeerde auto zat. Hoewel het tegen Portugal om een oefenwedstrijd gaat, is het toch een belangrijk duel voor Van der Vaart. Valt het dan mee dat Sneijder er niet bij is nu, voor jou? Nee, hoezo? Nou, dan komt weer een plekje vrij voor jou, denk ik dan. Ja, maar goed, of is dat een discussie die altijd gevoerd wordt? Dat is altijd... Ja, daarom. Dus ik bedoel, die discussie, daar word je natuurlijk ook wel eens moe van. En de bondscoach is altijd duidelijk geweest. Het was hij of ik. De laatste paar keer was hij geblesseerd, heb ik gespeeld. En heb ik het denk ik goed gedaan. En ja, zo kijk ik ernaar. Ik wil graag naar mijn eigen prestatie kijken. Ja, word je moe van de discussie erover? Of ook moe van het feit dat het altijd zo is? Dat het of Van der Vaart of Sneijder is? Nee, daar heb ik wel inmiddels mee leren leven. En over Sneijder gesproken, Dirk Kuyt speelde gisteren nog tegen hem en verloor met Fenerbahçe de Turkse Supercup van Galatasaray. Welkom. Ja, ik had graag van hem gewonnen gisteren, maar helaas was dat niet het geval. Hij durft tegen de pers geen zinnetjes meer los te laten. Heeft hij tegen jou wel zinnetjes losgelaten? Ja hoor, maar we hebben altijd goed contact. Dus we praten altijd over onze families, over voetbal. Alleen zaken die je met elkaar bespreekt, die moet je ook tussen elkaar houden. Natuurlijk. Maar hij zat er toen in Azië behoorlijk door toen zijn aanvoerdersband werd afgepakt. Of in ieder geval iemand anders aanvoerder werd. Is dat nu ook zo? Nou, het enige wat hij wil is gewoon weer zijn topvorm bereiken. En daar gaat hij alles aan doen. Ik hoop voor het Nederlands elftal dat gaat gebeuren. En dan heeft iedereen daar plezier van. Oranje trainde vanavond kort. Een kleine drie kwartier met alle 21 spelers. Morgenavond is dat opnieuw de bedoeling, maar dan in het Portugese Faro.